Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf een keycord kunt maken. Die waren, toen ik een stuk kleiner was, echt ontzettend populair. Die kreeg je overal en nergens. En ik ben er toen aan gewend geraakt om mijn sleutels altijd aan te haken. Tegenwoordig zie je ze niet zoveel meer, maar ik vind ze nog steeds super handig. Zeker als je een hele volle tas hebt zoals ik, is het iets makkelijker om je sleutels zo er toch weer uit te vissen. En ik heb dit gemaakt van restjes stof. Je hebt wel een wat stevige stof nodig. De groene is van een katoen. En ook als je net begint met leren naaien, dan is dit heel goed te doen. Je hebt dus niet zoveel nodig. Een schaar, naalden, een meetlint, stof. Wel stevige stof. Als je bijvoorbeeld een elastische stof als jersey gebruikt, dan komt het niet helemaal goed. En ik heb nog een strijkijzer hier staan, maar die heb je niet per se nodig. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je het wilt doen. Dan heb je nog een veiligheidsspeld nodig. Daar gaan we de boel mee keren. Dat laat ik straks nog uitgebreid zien. En dan heb je dit dingetje. Volgens mij is het een karabijnsluiting. Ik weet het niet, maar daar komen dan de sleutels aan. Dit komt onderaan de band te hangen. Die kun je gewoon zo kopen. Ik heb er dus één. Je ziet de kleur misschien niet helemaal goed, maar een soort van roze roodachtig is het. En om te beginnen heb ik nu de stof erbij gepakt. Nou had ik stofrestjes. En daar heb ik twee banen van nodig. Ik wil de lengte uiteindelijk als 1 meter hebben. Maar omdat ik de stofrest had, ben ik niet aan die 1 meter gekomen en heb ik 2 stukken van 50 centimeter nodig. Ze zijn zo'n 5,5 centimeter breed. Nou, ze worden natuurlijk dubbel gevouwen en dan valt er een klein stukje weg vanwege de naad. Dus je moet er altijd rekening mee houden dat de breedte van dit stuk dat je hebt wordt gehalveerd en dan gaat er nog een stuk af voor de naad. Dus als je hem dubbel legt, dan krijg je zo wel een redelijk idee van de breedte als je de naad ook nog eraf haalt. Dus ik heb 1 meter aan stof hier liggen. Dat zijn bij mij dus 2 stukken van 50 centimeter, omdat ik niet zoveel had. Als je wel genoeg stof hebt, dan kan je een stap over gaan slaan. Maar omdat ik dus niet zo'n lang stuk stof heb, moet ik hier eerst 1 stuk van maken. En dat ga ik doen door de 2 stukken zo met de mooie kant op elkaar te leggen. Even kijken. Hij moet wel echt perfect goed op elkaar liggen. Dus met de mooie kant op elkaar ligt het nu. En dan eventjes hier het aan elkaar vastmaken. Dit kun je dus overslaan als je 1 lang stuk hebt. Dan is dit gewoon niet nodig. Maar ik moet ze echt aan elkaar vastmaken. En als je dat gedaan hebt, dan kun je gelijk zo dit dubbel leggen. Als in de hele lange strook die je hebt. Die gaat op deze manier dan dubbel. En dan wordt hier zo de open kant gevolgd met de naaimachine die wordt dichtgestikt. Dus dit volgen we zo en daar komt dan de naad. Als dat gedaan is, dan komt de speld om de hoek kijken. En die gebruik ik om dit te keren, omdat het dus een heel lang, smal ding is. En dit gaat je met je vingers sowieso niet lukken. En ook als je een potlood of iets dergelijks gebruikt, wordt het vrij lastig. Daarom bevestig ik hier zo een speld aan het uiteinde.
Zo, ik doe hem eventjes dubbel, want deze stof die rafelt best wel snel. En dan draai ik deze zo naar binnen. En dan kun je de speld gaan gebruiken om dit te keren. Hij lukt nu nog niet direct. Zo. Aan de andere kant komt hier dan weer uit. Dan kun je de speld loshalen. En dit is het resultaat. En dan heb je eventueel het strijkijzer nodig om de naad zo hier glad te strijken. Je kan hem ook op deze manier neerleggen en hem dan glad te maken. Dat is gewoon je eigen keuze wat jij het mooiste vindt. En ik vind het net wat minder op deze manier, want dan volgt die naad, die ligt dan echt zo in je hals. En dat is net wat minder prettig als je hem gaat dragen. Dus ik doe het liever zo. Ik heb dus even het strijkijzer opgezet. Nu ziet het er hier op deze manier uit. En op deze manier wil ik dat het blijft. Als je hem op de andere manier gestreken hebt, dan is dat niet echt nodig. Maar als je hem op deze manier gedaan hebt, dan is het handig om hier heel dicht langs de rand nog even met de naaimachine eroverheen te gaan. Zodat je die naad fixeert en dan gaat het niet meer verschieten of rechtop staan. Dus hier heel precies langs de rand. Nu ziet het er zo uit. Het ziet er ook gelijk al wat professioneler uit, alsof die gewoon in een winkel gekocht is. Is natuurlijk niet zo, helemaal zelf gemaakt. Hij is alleen nog niet helemaal af. Ik controleer even of ze allebei even dik zijn. Ja, dit komt wel zo ongeveer uit. Als dat niet zo is, dan ga je de dikste zo wat naar beneden leggen. Let er eventjes op dat er geen verdraaiingen in zitten, want we gaan hem nu sluiten. Eén stuk moet korter zijn dan de andere. En het langere stuk, dat komt hier zo omheen. Wordt zo omgevouwen en dan wordt het hier zo eventjes een paar keer heen en weer gestikt. En als het niet al te dik is, dan kun je het ook nog zo nog een keer dubbel slagen. Maar 4 lagen stof, denk ik, is te veel voor mijn naaimachine. Zo, en dat was de laatste stap. Hij zit goed stevig hieraan vast. Hij is wel wat smaller geworden dan ik gehoopt had. Er is nog best wel wat ruimte over hier zo aan de zijkant. Ook als hij niet verschuift. Dus dit is wel iets om op te letten. Het is vrij moeilijk in te schatten afhankelijk van hoe breed die sluiting is die je koopt. Ik heb hem dus net wat te smal gemaakt. Ik heb wat ruimte over. Dat zijn ook van die dingen, oefening baart kunst. Ik zat er nu net een beetje naast. Ik kan het overigens ook niet heel erg vinden, want niet perfect is ook goed. Ik heb trouwens echt stevige stof hiervoor gebruikt. En ik vind het een geweldige DIY voor stofrestjes. Ik vind het zo zonde om dit soort stukken dan weg te moeten gooien, terwijl ze gewoon goed stevig zijn, mooi te gebruiken voor het een of ander. En het is ook heel snel te doen. Daarom heb ik ook nog een andere gemaakt. Even kijken waar ik die heb liggen. Die laat ik zo ook nog even zien. Ik leg deze even opzij. Deze hier. In restjes met groene stof. Ook die was een beetje aan de smalle kant. Maar ze zijn heel leuk en makkelijk te maken. Dus ik maak dit af en toe graag als ik nog wat restjes over heb. Bij deze hier hoefde ik geen 2 stukken aan elkaar vast te maken, want ik had een lang genoeg stuk. Let er wel op, eventjes heel hard gezegd, dat je jezelf niet wurgt.
Als je ergens achter blijft hangen met dit ding terwijl het om je hals hangt, dan kan die niet los. Tegenwoordig heb je dus ook van die keycords waar een soort sluitmechanisme hier bovenaan zit. Dat als je ergens achter blijft hangen, dat die gelijk losklikt en dat jij door kan lopen zonder dat je stikt. Bij deze zelfgemaakte is dat niet zo. Ik heb gewoon niet die materialen, dus dit blijft wel echt ergens achter hangen. Als je de pech hebt om überhaupt ergens achter te blijven hangen. Dus let daarbij wel een beetje op als je het draagt. De kans dat het gebeurt is klein, maar ik wil het toch eventjes gezegd hebben. Verder vind ik het eerlijk gezegd gewoon een hele leuke DIY. Ik hoop dat jullie de video leuk hebben gevonden. Als het zo is, laat dan een duim omhoog achter of laat een reactie achter. Mocht je nog vragen hebben of wil je meer van dit soort DIY's zien, laat me dat dan ook vooral weten in de reacties beneden. Dan weet ik dat voor de komende tijd. Dus ja, duimpje omhoog, reactie achterlaten als je de video leuk hebt gevonden. En ik hoop dat je abonneert op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan gelijk even op het klokje naast de abonneren button. Dan mis je nooit meer een video van ons, krijg je een melding als we uploaden. Dan zie ik je hopelijk in de volgende video weer. Tot dan en dag!